Er is opnieuw een explosief afgegaan bij het huis van de ouders van de veroordeelde crimineel René F. Vlak voor middernacht zijn twee explosieven gegooid tegen de gevel van het woonhuis aan de burgemeester van Harenlaan in Schiedam. Het is niet de eerste keer dat de woning geraakt wordt door een explosief. 8 december 2023 was het ook zo. René F. woont zelf in de Heelmeesterstraat. Daar was vorige week ook een explosief afgegaan. Nadat de twee explosieven gegooid werden tegen de gevel van het huis, rende een tweetal naar een geparkeerde auto. Niet veel later werd het tweetal aangehouden en werd de auto in beslag genomen.